Emilio G., een van de verdachten van de dodelijke schietpartij in een buurthuis op Wittenburg, zou volgens zijn advocaten vrijgesproken moeten worden. Bij de schietpartij kwam een onschuldige stagiair van het buurthuis, Mohamed Bouchiki, om het leven. Vorige week nog werd levenslang geëist tegen de man die volgens het Openbaar Ministerie een van de schutters was. Begin januari 2018 stormden twee mannen het buurthuis op Wittenburg binnen en openden het vuur op tientallen kinderen die daar aanwezig waren. De mannen waren op zoek naar een specifiek persoon, maar schieten in de chaos iemand anders dood. Later blijkt het dus om de 17-jarige Mohamed te gaan. In de periode die volgt worden twee verdachten aangehouden. Hun strafzaak startte zo'n twee weken geleden. Ja, en bij de rechtbank staat onze verslaggever Niels van Stijn. Niels, vandaag kregen de advocaten van één van de verdachten het woord. Wat zeiden zij precies? Ja, de advocaten waren vrij duidelijk vandaag. Zij wilden maar één ding en dat was vrijspraak voor hun cliënt, Emilio G. En dat was in lijn met wat de andere advocaat eerder deze week van de andere verdachte ook al zei. Ook hij wilde vrijspraak. Nou, dit allemaal is een reactie op de strafeis van het OM. Vorige week werd levenslang geëist tegen de twee verdachten. En dat was op basis van meerdere bewijsstukken. Neem bijvoorbeeld drie anonieme getuigen, afgetapte telefoongesprekken, zendmastgegevens en al die verklaringen van die kinderen die die bewuste avond in dat buurthuis waren. Zij hebben een signalement opgegeven, maar juist dat signalement, dat is voor de advocaten, want dat komt niet overeen. Er is een essentieel verschil tussen het signalement van verschillende getuigen. Dat zijn er maar liefst 16 in deze zaak. En zij beschrijven de schutters als een lange en een korte schutter. En daarbij hebben ze het over zelfs tot 20 centimeter verschil. In ieder geval één kop of anderhalve kop lengte verschil. En we hebben op zitting gezien, toen de verdachten naast elkaar zijn gaan staan, dat er nauwelijks lengteverschil was, mogelijk enkele centimeters. En dan kan je natuurlijk niet spreken van anderhalve kop of zelfs 20 centimeter verschil. En dat sluit beide verdachten uit als schutter in deze zaak. En daarom is dat voor ons van wezenlijk belang. Ja, en hoe gaat de zaak nu verder? Wanneer is de uitspraak? Nou, vandaag was de zesde dag in het proces, wat nu in totaal 7 dagen duurt. Aanstaande vrijdag krijgt het OM een kans om te reageren op wat de advocaten deze week hebben gezegd. Advocaten krijg ik daarop weer een mogelijkheid om te reageren op het OM. Daarnaast krijgen de verdachten vrijdag ook nog de kans om te spreken. We gaan er niet vanuit dat zij iets gaan zeggen, want zij hebben het hele proces zich beroepen op hun zwijgrecht. En 4 augustus, deze zomer, staat de uitspraak op het programma.